Uh, maar we weten wel één ding. We weten één ding, en dat is dat we Nederland moeten voorbereiden op uh, gastekorten. En dat proberen we dan ook te doen, ja. uh, Jet en ik. Maar dat is niet het openen van Groningen, zeg ik erbij. Nou, u hebt telkens de deur op een kier laten staan. U hebt gezegd ja. alleen in het aller, aller, allerlaatste geval. Ja. En nou zeggen de deskundigen: als de gaskraan naar Duitsland dicht gaat, zitten we echt in een enorme energiecrisis ja. in Europa. Ja. En dan kan het niet anders. Kan het dan niet anders? Het aller, allerlaatste geval is dat geval waar de veiligheid in het geding is van meer Nederlanders... Hm? stel je bijvoorbeeld eens voor dat we geen gas meer zouden hebben... om ziekenhuizen te verwarmen of om te koken... of om scholen te verwarmen of om dieselolie te maken. Daar heb je ook gas bij nodig bij de raffinage. Als dat zou gebeuren, is er een, een veiligheidsafweging... tussen dit soort veiligheidsproblemen en de veiligheid van de Groningers. Maar tot die tijd ga ik staan voor de veiligheid van de Groningers. Ja, maar goed...